En dan zet ik erop. Heel weinig gaat er weg. Zie je dan open schuif, komt er beet. En hoe kon je weten wanneer dat je wat moest? Dat is een beetje nadenken. Dus je mocht zelf kiezen. Ja. Beetje... Nee, ik heb dat wel op basis van het verhaal heb ik de beelden erin gestoken. Ja. Dus ik begin van onder en zo, helemaal tot boven. En hoe komt je eigenlijk op om een verteller te laten vertellen? Allee, het is niet een toneelstuk, het is meer een verhaal. Wel, eigenlijk, ja, het is geen toneelstuk. Dat komt omdat er... Dat is iets wat dat al eerder in Antwerpen gestaan heeft als vertelling. En dat wilden ze ook dat dat heel simpel was. Een vertelling, een half uurtje. En voilà. En zo hebben we het hier ook gedaan. Het had kunnen gespeeld worden, maar het mocht als vertelling. Het is een beetje anders. Heb je de muzikanten zelf gekozen? Of ja. Zijn die ja. Ook omdat het paste bij de sfeer van het verhaal. Het is zoiets uit het oosten. En zij zijn alle twee... dus die man, Tom, die speelde sitar en banjo. Dus dat vrolijker... Ja. En de vrouw speelt tablas. En dat is zo die trommel. En dat is dan... wacht, ze, of tampura. Zij speelt tampura, denk ik. Ja. En dat ding weet ik niet meer hoe dat dan heet. Dat bakje waar er zo noise in zit. Ja. En is het eigenlijk moeilijk om van een tekst een voorstelling te maken? Goh, wel, vermits dat een vertelling is, is dat nog iets anders. Omdat er ook geen regisseur bij is die zegt, dan je moet deze of dat doen. Dus we hebben gewoon muzikanten, beeld en een beetje bijeengesprokkeld van decor en een verteller. En zo eigenlijk een vertelling. Het is eigenlijk niet echt een voorstelling. En ik herkende het van op tv. Ja? Het verhaal, zo, maar heel vaag. Hè? Ja. Maar heeft het er iets mee te maken of zo? Nee? Want dat is een sprookje, denk ik, van 12 meisjes die in de nacht gaan dansen. Ja, maar dat is gebaseerd op een bestaand sprookje, dat wel. Want ik herkende het. Maar ik weet niet van waar dat sprookje oorspronkelijk komt. Maar ik heb er nu zo iets oosters van gemaakt, omdat dat eerst... Allee, eigenlijk komt het vanuit een festival met beeld en vooral met die muzikanten. Want de eerste keer dat ik het gedaan heb, dat was zelfs niet in het paleis. Dat was met een echte Indische speler die... We hadden hem toen mee, een soort orgel, denk ik, had hem toen mee. Dat was wel heel slim, want die sprak zelfs geen Nederlands. Dus wij moesten proberen, dat verhaal te begrijpen en zien wat hij ermee deed. Dus daar is het eigenlijk een beetje uit voortgekomen. Want als je dan een voorstelling, een echte voorstelling maakt, dan zijn ze toch al 6 weken aan het repeteren. En dat hebben wij nu niet gedaan, natuurlijk. Hè. Vond je de voorstelling beter dan dat je dit dacht of verwachtte? Of wel, het is nu geleden van in maart dat we dat nog eens verteld hebben. En ik vond het wel beter. Ik vind dat ook een toffe zaal hier. Dat staat hier eigenlijk veel mooier. In Antwerpen was dat gewoon repetitiezaaltje, zo klein. En hier is zo'n echt podium. Zo'n podium en een tribune. Maar het blijft een vertelling, hè. Eigenlijk moeten we het zo zien. Want in een voorstelling kun je een tekst uit de hoogte. Ik zal dat zeggen tegen de acteur, tegen de verteller. Hè. Maar bon, het was ook voor kleinere, voor jongere kinderen natuurlijk bedoeld. Heb je al andere dingen ook gezien, echte voorstellingen? Nee, nu niet, maar ik heb er wel andere voorstellen gezien. Hè. Ja, je gaat veel naar voorstellen. Ja. Okay. Ja, dus het is een beetje van alles tegelijk. Hè. Maar dit is natuurlijk niet zo simpel om mijn gedachten erbij. Ja. En het gaat ook rap, hè. Dus ik moet mee zijn met mijn beelden ook. Dus, ça va. Dat zag wel leuk uit. Allee, vooruit. Merci. Ja. Dag, Tuur. Salut, hè.